Ik ben Bert. En ik ben Ernie. En samen maken wij een hele hoop plezier. Want hij is Bert. En hij is Ernie. En wie ben jij? We gaan beginnen, kom erbij, ja, het is hier. Ik ben Bert. En ik ben Ernie. En wie ben jij? Hallo, daar doe gezellig even met ons mee. Want wie of waar of wat je bent. Een kleine meid of een grote vent. Een grote zus, een kleine broer, holadier. Zitten ze allemaal om je heen? Of ben je helemaal alleen? Trek je maar nergens wat van aan en doe maar mee. Met Bert en Ernie van de plaat en de tv. Ja, dat is nog eens een reuze goed idee. En als je zingt, dan valt het allemaal best mee. Maar nu moet ik eerst even naar de wc. Wat zeg je, Bert? Ik moet even naar de wc. Moet ik het nou nog een keer zeggen? Maar we zijn net begonnen en alle kinderen zitten te luisteren. Ja, maar hou jij dat zolang de kinderen even aan de praat, Ernie? Dat doe je toch zo graag? Je praat toch altijd maar achter elkaar door, hè? Ik kan toch nooit tussenkomen. Alleen als ik eens wat wil zeggen, dan ben jij het weer beter. En dan praat je maar door. En dan ben ik helemaal vergeten wat ik ook niet zeggen wou. En dan ben ik, ja, zie je wel, dan begin je weer. Laat mij nou eens uitpraten, Ernie. Wat wou ik nou weer zeggen? Ik weet het alweer. Ja, wat is het nou, Ernie? Ik dacht dat je zo nodig naar de wc moest. Ja, dat weet ik zelf toch ook wel, Ernie. En als je nodig moet, dan moet je altijd meteen gaan. Ook al is de grammofoonplaat net begonnen. Want het is niet goed om het lang op te houden. Daar word je niet lekker van. Dan moeten de kinderen thuis maar even ophouden met luisteren naar ons. Totdat ik weer terug ben, hè? Dus ja, Ernie, wat is er nou weer? Wat sta je toch rijden te wiebelen? Ja, omdat ik zo nodig moet, Ernie. Bert! Ja! Waarom ga je dan niet? Waar naartoe? Waarom? Hoezo? Naar de wc. Hè? Oh ja. Die Bert. Een beetje raar begin, hè, kinderen? Wie begint er nou zo'n mooie grammofoonplaat met naar de wc gaan? Maar ja, als je moet, dan moet je. En dan moet je nooit te lang ophouden, dus kinderen thuis. Als jullie soms ook nodig moeten, dan zet je de grammofoonplaat maar even stil. Of je zet hem gewoon even wat harder, dat kan ook. Want dan kan je me door het hele huis heen horen. Of mag je hem niet harder zetten? Zal ik dan flink hard gaan praten? Hallo, kinderen thuis! We wachten nog even op Bert en dan gaan we beginnen met deze plaat. We gaan zingen en knutselen en proeven doen en denken. En lezen, Ernie ook. Daar is Bert alweer. Bert, wat gaan we doen allemaal? Ja, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga verder lezen in mijn nieuwe Sipje en Sopje boek. Heb je alweer een nieuw Sipje en Sopje boek van Om Rudolf gekregen? Ja, en het heet Sipje en Sopje in het land van de bromtollen. Een nieuw avontuur van Sipje en Sopje. Die twee potloden die altijd op reis zijn, hè? Heb je handen al gewassen? Ja, natuurlijk, Ernie. Dat moet je toch altijd doen als je zo'n mooi boek gaat lezen. Ja, maar ook als je naar de wc bent geweest, dan moet je altijd je handen wassen. Dit weet de kinderen thuis ook best. Ja, nou ja, dat komt goed uit dan. Hé? Ja, want ik ben net naar de wc geweest en heb ik mijn handen gewassen. Dus nu kan ik fijn gaan lezen. Ik heb net mijn handen gewassen. Nou, even stil, Ernie. Dan kan ik gaan lezen, hè? Maar Bert. Ja, wat is er nou weer, Ernie? Laat me nou toch even. Ga jij nou ook iets doen, hè? Maar als je maar niet op je trompet gaat spelen. Oeh, dat is een goed idee. Zal ik van jullie wat op mijn trompet gaan spelen? Ernie, hou daarmee op. Waarom, Bert? Ik kan niet lezen met dat getetter in mijn oren. Waarom niet, Bert? Nou, omdat ik kan het niet. Ik kan niet lezen dan. Maar je leest toch niet met je oren? Hoor je dat, kinderen? Bert leest met zijn oren. Ik lees helemaal niet met mijn oren. Maar als jij zo hard speelt, dan moet ik mijn vingers in mijn oren stoppen. En dan kan ik de bladzijde niet omslaan. Weet je wat, Bert? Nee, Ernie, en ik wil het ook niet weten. Telkens als jij een bladzijde moet omslaan, dan geef je mij even een zetje. En dan hou ik even op met spelen. En dan kan jij je vingers uit je oren halen. En de bladzijde omslaan. En dan speel ik weer verder. Goed. Au! Dat was een flinke zet, Bert. Ja. Weer een soort gemene duw. Ja, en ik... Heb je dan nu al een hele bladzijde uit? Nou, jij kan ook snel lezen, zeg. Wacht, ik sla wel even die bladzijde voor je om. Oh! Kijk nou eens wat je gedaan hebt. Je hebt bijna die hele bladzijde uit mijn mooie nieuwe boek van Om Rudolf gekregen. Je hebt eruit gescheurd. Oeh. Hier. Au! Oh, nee, ja, dat vind ik gemeen. Bert. Had je het niet moeten doen? Ik wou het alleen maar even helpen. Maar Bert. Ik heb het toch niet expres gedaan? En we kunnen toch heel voorzichtig die bladzijde weer vastplakken? Wacht. Kijk, hier zit er niks meer van. Ja. Zie je wel? Ik zie er wel wat van. Zie je niet? Het speelt me echt heel erg, Bert. Ja, het is ook eigenlijk wel een beetje mijn eigen schuld, Ernie. Maar... Het is allebei onze eigen schuld. Ja, maar mijn mooie boek is niet mooi meer met die geplakte scheur erin. Hè? Dus als we allebei niet aardig tegen elkaar zijn geweest... Nee, hè, nu maken we geen ruzie meer, Bert. Nee. Laten we samen wat gaan zingen. Ja, maar dan moeten we eigenlijk toch ook van jou iets kapot maken, hoor. Want nu is er alleen van mij iets kapot gegaan. En dat is niet eerlijk. Dus Ernie, zoek zelf maar iets uit. Iets moois waar je heel blij mee bent. Hè? Waar ik dan een lelijke kras of zo op kan maken.
Wacht, je rubber eentje. Nee, Bert, ja, stop. Ja. Kijk, hier heb ik een schaar. Niet doen. Waarom niet? Voor mij is toch ook iets kapot gegaan. Ja, dus maar dat ging per ongeluk. Ja, en dan wil jij het expres doen. Per ongeluk of expres, kapot is kapot, Ernie. Mijn mooie, lieve rubber eentje. Nee hoor, Ernie. Ik zal het niet doen. Ik zal het niet doen. Maar nou weet je het in elk geval wel dat het voor mij heel erg is, hè. Van die scheur in Sipje en Sopje boek. Dat weet je dan, Ernie. Die geplakte schuur, die bleef je altijd een beetje zien, hè? Ja, altijd. Ja, hoor. Ja. Fantastisch. Fantastisch? Noem jij dat fantastisch? Ja, want elke keer dat jij die scheur in je mooie boek ziet... Ja, dan denk ik wat gemeen van Ernie om zo'n lelijke scheur in mijn mooie boek te maken. Maar je ziet toch alleen maar een heel klein beetje, Bert? Ja, maar je blijft het zien. Ja, elke keer dat je het ziet, dan moet je eraan denken dat we beter geen ruzie met elkaar kunnen maken, Bert. Jij maakte ruzie met mij. Nee, jij begon omdat ik niet op mijn trompet mocht spelen. Niet eens. Jawel, dat is wel... Nee, dat is niet waar, Ernie. Ik mag toch wel trompet spelen? Ja, maar niet. Ernie. Ja, Bert? Het heeft niks geholpen, die scheur in mijn boek. Want... Zie je wel dat het helpt? Hè? Wat? Want nu hou je op met... Dat was niet omdat ik naar die geplakte scheur keek, maar dat was gewoon omdat ik dacht dat ja, dat toch niet zou helpen. Ja, wat bedoel je nou, Ernie? Ik begrijp er niks meer van. Waarom maak je het altijd allemaal zo ingewikkeld? Nee hoor, ik probeer alleen maar altijd overal wat van te maken. Moet je horen. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe daar dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Ik doe mee. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Mijn mooie speelgoedauto, de opwindveer van geknapt. Nou wil die niet meer rijden, als je dat maar snapt. Nou dan zet je hem in de garage. Garage? Die maak je van een schoenendoos. Dan kan je er veel naar kijken. Wil hem eens spelen? Maak je nou mee in die boes? Ik haal hem helemaal uit elkaar, zoals in een echte garage doen. Dan speel ik lekker met de stukken. En misschien krijg je wel van Sinterklaas een nieuwe in je schoen. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe er dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Mijn allermooiste printenboek ligt helemaal uit elkaar. Nee. Nou, dan neem je toch de schaar. Dus je knipt er de mooie plaatjes uit en die plak je op een stuk karton. Dan heb je een zelfgemaakt schilderij. Wist je dat echt kon? Soms gewoon versleten, of je was er niet zuinig op. Bleef niet zitten met de brokken, bleef niet heulen van verdriet. Probeer er wat van te maken, en ondertussen zingen wij voor jou dit lied. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Dat ging lekker, hè, Ernie? Wil eens even lekker ouderwets stevig zingen. Ouderwets? Ja. Ouderwets zingen? Ja. Wat is dat, Bert, ouderwets? Weet je niet wat dat is, Ernie? Ouderwets, dat weet toch iedereen? Ik niet. Oh. Ouderwets. Wel een leuk woord, maar ik weet niet wat het is. Ik ook eigenlijk niet. Ik heb het van de opa van Tieneke. Dat leuke dikke meisje? Ja, en die heeft een opa en die heeft een heleboel grammofoonplaten waar hij altijd bij meezingt. En dat lijkt precies op wat wij daarnet zongen. Maar wat is dan ouderwets, Bert? Dat weet ik niet. Maar dat zegt hij altijd. Hij zegt altijd, hè,
weer eens lekker ouderwets stevig zingen. Nou, het leek me wel leuk om dat ook eens te zeggen, hè? Om het een beetje leek op die opa van Tieneke zoals wij dat net zongen. Van, maak er wat van, maak er wat van. Oh nee, nee, nou weet ik het weer, het is ouderwets swingen. Hé, moet je kijken, Ernie, wat ik kan maken. Hier, van zo'n stukje dun papier. Wat dan, Bert? Eerst vouw ik het dubbel, dan schuur ik er op de vouw een half rondje uit. En nu vouw ik de twee bovenkanten een beetje om. Maar waarom doe je dat, Bert? Het leek wel een soort tentje met een groot gat in het dak. Kijk, en dan doe ik mijn vingers achter de omgevouwen randjes, hè? Hallo, kinderen. Bert doet nu zijn wijsvinger en zijn middelvinger achter de omgevouwen randjes. En dan gewoon blazen. Een muziekinstrument, zelf gemaakt. Kan je er ook een liedje op spelen, Bert? Hè? Nee, Ernie, nee. Maar gewoon een raar geluid is toch ook wel eens leuk? Wat heb jij daar nou? Een kammetje. Gewoon een kammetje om je haar mee te kammen. Oh, kam je haar dan maar, Ernie, want je haar zit een beetje raar. Zo beter? Ja, het gaat. Nou, kijk maar naar je eigen haar. Hier heb je spiegeltje. Hoe kom jij aan dat mooie spiegeltje, Ernie? Laat het zien. Dit heb ik op zolder gevonden tussen allemaal oude rommel. Oh, wat een leuk klein spiegeltje. Ja. Het is wel een beetje erg klein, hè, want mijn hoofd past er niet helemaal in. Oh ja, nou zie ik mijn haar, ja. Zie je nog wel dat jouw haar ook een beetje raar zit? Een soort kwast, leek het wel. Dat hoort zo. Oh, moet je kijken, Bert? Dan neem ik ook zo'n dun stukje papier. Ja. En dan hou ik dat vast achter mijn kammetje. En als ik nou tegen het kammetje aanzing, dan hoor je dit. Dat is wel leuk, ja. Maar je kan toch horen dat het geen echt instrument is. Maar dat je eigenlijk gewoon zingt. Ik vind mijn instrument eigenlijk veel echter. Weet je wat? Als jij nou een liedje op je kammetje zingt, dan zal ik je begeleiden op mijn papierofoon. Papierofoon? Ja, zo heet mijn zelfgemaakte instrument. Nou, begin dan maar, hè. 1, 2, 3. Zo, nou heb ik er genoeg van. Ik ga weer verder lezen. Weer in Sipje en Sopje in het land van de bromtollen? Nee, ik ben nog bezig met Sipje en Sopje op de Noordpool. Want dat had ik nog niet uit. En ik had alleen maar even gekeken naar mijn nieuwe boek van Sipje en Sopje en de bromtollen. Omdat ik Sipje en Sopje op de Noordpool ben ik kwijt. Hè? Ik kan het nergens meer vinden. Is dat boek met al die ijsschots op de voorkant? Ja, Ernie. Hoe weet jij dat? Dat heb ik zien liggen en toen heb ik het even meegenomen naar mijn eigen kamertje. Want ik vond die ijsschotten zo mooi, Bert. En toen heb ik ze geprobeerd na te tekenen. Heb jij mijn boek? Ja, nee, ik zal het wel even pakken. Ik wist toch niet dat jij het zocht. Ik ben zo weer terug. Oh, het was net zo spannend, hè. Want Sipje en Sopje, je weet wat, het zijn die twee potloden, hè. Die altijd van alles meemaken. Die dreven op een ijsschot. En ze waren bang, bang dat ze eraf zouden glijden in het koude water. Vooral Sipje was bang. En ik was net aan het lezen dat ze eindelijk aan de kant iemand zagen zitten. Hier heb ik het, Bert. Hier heb ik het. Oh, Ernie, wat ben ik blij dat ik het weer heb, hè. Want ik wist maar niet of die man aan de kant of die Sipje en Sopje zou redden. Want anders moeten Sipje en Sopje voor altijd op die ijsschots blijven zitten. Wat ben ik blij dat ik mijn boek weer terug heb, zeg. Dat zie ik, Bert. Ach, want eerst keek je heel verdrietig en nu heb je weer een vrolijk gezicht. Ja, dat komt omdat ik zo blij ben, Ernie. Nu kan ik weer verder lezen, hè. Ja. Ja, Bert is nu aan het lezen en hij heeft een heel vrolijk gezicht. En zijn mond lacht en zijn ogen twinkelen. Heb jij ook een vrolijk gezicht? Nee? Zal ik proberen jouw gezicht ook vrolijk te maken? Ik hou van vrolijke gezichten. Soms ben je wel eens verdrietig en dan heb je geen vrolijk gezicht. Maar dan kun je toch ineens weer blij worden en dan krijg je vanzelf weer een vrolijk gezicht, hè Bert? Wat is er nou, Ernie? Wat? Je bent wel eens verdrietig, hè Bert? Ja, Ernie, daarnet nog, omdat ik mijn boek kwijt was. Maar nu ben je weer vrolijk. Ja, omdat ik het boek weer terug heb nu. Ben je wel eens meer verdrietig, Bert? Als het lelijk weer is. Maar soms vind ik dat ook wel leuk. Maar niet als ik in een plas val, want daar hou ik niet van. Dan word ik verdrietig. Nou, mag ik nou weer verder lezen, anders word ik boos. Oh ja, boos, dat kan ook nog. Ja. Maar hoe gaat het nou als je nou verdrietig bent? Hoe word je dan weer vrolijk? Weet ik niet. Als ik duiven zie, als ze in de vensterbank komen zitten en van die grappige geluiden maken. Het kan best het goed, hè? Duiven nadoen. Kunnen jullie dat ook? Probeer maar eens ook durven na te doen. Wat maken jullie een lawaai, Ernie? En wij proberen ook durven na te doen, Bert. Het lijken meer varkens, Ernie. Oh, nou ja, varken is toch ook leuk? Ja. Waar word je nog meer vrolijk van, Bert? Lezen, Ernie. Het lezen van een goed boek, zoals dit boek.
Ik word vrolijk van mooi weer. En van een spelletje ballen op straat met Oscar. Alleen Oscar die rent altijd weg als je een spelletje wil doen. Dat is zo gek. Zal ik jullie eens vertellen wie Oscar is? Of kennen jullie hem al? Nou, Oscar, dat is Oscar Mopperkont. Ja, ik hou ook niet van ballen, Ernie. Wel van wandelen. Ik word ook vrolijk van zingen. Weet je wat? We gaan zingen van vrolijke dingen. Ik wil lezen, Ernie. Maar Bert, laten we nou gaan zingen. Dan kunnen we de kinderen die niet vrolijk zijn, wel vrolijk meemaken. Maar waar zijn die kinderen dan die niet vrolijk zijn? Waar zijn die? Overal. Je hebt ook wel vrolijke kinderen, maar ook veel kinderen die verdrietig zijn. En die kunnen wij dan vrolijk maken met liedje, misschien. Ja, en de vrolijke kinderen dan, die al vrolijk zijn? Die maken we nog vrolijker. Zal ik maar beginnen? Nou ja, dan probeer ik straks wat verder te lezen. Gelukkig weet ik nu dat Sipje en Sopje van die ijsschots gered worden. Want ik heb stiekem even een paar bladzijden overgeslagen. Ik huppel door de straat en zing een melodietje. En niemand maakt zich kwijt, ze luisteren naar mijn liedje. Wat voor liedje dan, Ernie? Vrolijke gezichten, ik zie alleen maar vrolijke gezichten. Op de straat, in de tram, bij de dokter, voor de school, op het dak, bij een potje jam en bij Zipje op de Noordpool. En Sopje. Vrolijke gezichten, ik zie alleen maar vrolijke gezichten. Bij de pakken, in de lift, in het water, op de stoep. Daar trapt iemand in de poep. En jij gooit mijn liedje in de soep. Er maar wij zien. Vrolijke gezichten, wij zien alleen maar vrolijke gezichten. Vrolijke gezichten. Heb jij ook een vrolijk gezicht? Zo, iedereen vrolijk? Dan lees ik gauw weer verder. Weet je wat? Oeh. Ik lees hardop, Ernie. Dan kan iedereen meegenieten. Ja, Sipje en Sopje, die zitten dus nog steeds op die ijsschot. Waarom zijn Sipje en Sopje eigenlijk potloden, Bert? Vertel me dat, man. Als we niet mogen zingen, dan moet je dat maar eens een keer uitleggen. Dat weet ik niet. Zij zijn gewoon potloden. De een is een duif, de andere een mens. En weer iemand anders is een asbak, een krop sla of een potlood. En Sipje en Sopje, dat zijn nou eenmaal potloden. Ja, dat... Zijn het ook vrolijke potloden, Bert? Vrolijke potloden? Meestal wel, Ernie. Maar nu zijn ze een beetje bang, want ze zitten op die ijsschots in zee. Hè? Naar bij de Noordpool, dat staat hier. Bij de Noordpool? Ja. Is dat gewoon bij de Noordpool? Ja, dat weet ik niet. En zo'n ijsschots, dat is eigenlijk gewoon maar een beetje een groot ijsblokje van in de limonade, hè, Bert? Ja, Sipje is bang dat hij van het ijs afglijdt en in zee valt. Maar Sopje zegt dat als hij rustig blijft liggen, er niks kan gebeuren. De ijsschots beweegt langzaam naar de kant. Daar staat een man te zwaaien. Hij wil hen redden. Sipje vertrouwt het niet. Die man kijkt zo eng, zegt Sipje tegen Sopje. Ach wel nee, zegt Sopje. Hij wil ons alleen maar redden. Nu is de ijsschots vlak bij de kant en de man springt er bovenop. Oei. De ijsschots beweegt woest naar alle kanten en Sopje glijdt er bijna vanaf. Oh, als dat maar goed gaat. Yeah. Ik val in het water, schreeuwt Sopje. Help me. De man tilt Sopje op en zet hem op de kant. Nu Sipje nog. Dan springt de man zelf ook op de kant. Met z'n drieën kijken ze naar de ijsschots die nu heel ver de koude zee ingaat. Wat fijn dat u ons leven hebt gered, zegt Sipje tegen de onbekende man. De man glimlacht. Ik zag dat jullie in moeilijkheden zaten en daarom wilde ik jullie helpen. Ik ben Sipje en dat is Sopje, zegt Sipje. En wie bent u? Ik ben Sven. Ik ben houthakker en ik woon hier vlakbij met mijn vrouw Oze. Kijk daar. Ze zien een leuk houten huisje en bij de deur staat een vrouw te zwaaien. Ik denk dat de soep klaar is. Jullie willen vast ook wel een warm bordje soep, hè, na dat koude avontuur. Maar hoe kan het nou, zegt Sipje. Op de Noordpool zijn toch helemaal geen huizen en bomen? Maar we zijn ook helemaal niet op de Noordpool, zegt de man. Dat ligt veel verderop. Moeten jullie daar dan zijn? Ja, Bert, ik vind het een heel mooi verhaal, hoor. Maar, Ja? Vertel nou eens, hoe kwamen Sipje en Sopje nou eigenlijk op die ijsschots terecht? Vertel me dat nou nee, eens dat keer. Nee, dat zeg ik niet, Ernie. Dat zeg ik niet. Dan moet je het zelf maar lezen. Als ik het boek uit heb, dan mag jij het lezen. Maar dat vertel ik nou niet. Bert! Ja? Je zit nou wel lekker te lezen. Ja, het gaat goed, hè, Ernie. Eindelijk kan ik eens een flink stuk doorlezen. Maar je moet ook nog boodschappen doen.
Nee, maar ik kan niet tegelijk lezen en boodschappen doen, Ernie. Nou, dan leg je boek even weg en dan pak je de boodschappentas. Ik heb gisteren al boodschappen gedaan. Een krop sla, aardappelen, yoghurt en kaas. Ik heb het laatst boodschappen gedaan. Dus nu moet jij boodschappen doen, Ernie. Nee, ik heb het laatst boodschappen gedaan, Bert. Ik heb daarna nog een rol drop gehaald. Of was je dat soms vergeten? Nee, dat was ik niet vergeten. Maar je had er niet om gevraagd. Nee, maar als je boodschappen doet, dan neem je toch altijd een rol drop voor me mee. Dan hoef je toch niet steeds om te vragen? Nee, maar ik heb meer boodschappen gedaan dan jij. Ja, nee, maar ik heb het laatst boodschappen gedaan. Dus nu ben jij weer aan de beurt. Ja. Die ene rol drop zeker. Dat is maar één boodschap, Ernie. Dat is maar één ding. Nee, want in één rol drop zitten een heleboel dropjes. Dus een rol drop is ook boodschappen. Je vindt boodschappen doen toch altijd zo leuk, of niet? Ja. Ja, maar ik was nou juist zo fijn aan het lezen. Dus bananen, beschuit en appelmoes. Twee nieuwe schriften. Boodschappen. Wat doe ik toch veel boodschappen. Boodschappen. Jongen, wat een boodschappen. Een halfje wit, een halfje bruin, een rode paprika, een fles azijn. 5 kilo aardappels en een onsje vieze worst, een bakje hagelslag, een stuk kaas met weinig korst. Boodschappen, altijd maar weer boodschappen. Boodschappen, is nooit genoeg die boodschappen. Ik heb nou geen zin, ik blijf liever binnen. Wat moet ik nou toch met boodschappen beginnen? Boodschappen. Doe nou gauw die boodschappen. Boodschappen. Nu geen tijd voor flauwe grappen. Wat moet ik ook weer kopen, of zal ik dat wel zien? Zal ik nu gaan lopen, of op de fiets misschien? Een nieuw doosje kleur krijgt koekjes bij de thee. Neem voor alle zekerheid die grote tas maar mee. Boodschappen. Jongen, wat een boodschappen. Boodschappen. Wie doet er vandaag de boodschappen? Ik dus. Bert! Ja, wat nou weer? Bleef je niet te lang weg? Want we moeten toch allemaal spelletjes doen en liedjes zingen met de kinderen thuis. Ja, maar Ernie, zal ik mijn jas aandoen? Dat moet je zelf weten, Bert. Maar het leek mij niet zo erg koud buiten. Nee, maar ik doe hem toch maar wel aan, want dan kan iedereen mijn mooie nieuwe jas zien. Dag Ernie, tot zo, hè? Hij doet heus wel graag boodschappen, hoor. Maar lezen, dat vindt hij het allerfijnste. Ik weet wat, doe je mee? Ik ga sneeuw maken. Ja, geen echte sneeuw, hoor. Maar dat kan niet binnen. Je smelt meteen. Maar wij gaan een soort sneeuw maken die niet smelt. Dus is het eigenlijk geen echte sneeuw. Wat is dat? Snippers? Ik neem een oude krant en die vouw ik op. Doe ook maar. Je kan ook stukken doek papier nemen. Dat is eigenlijk nog mooier. Maar met kranten gaat het ook. Alleen krijg je dan een beetje vieze sneeuw. Want er zitten dan allemaal zwarte lettertjes op. Nog een keer dubbelvouwen. En nog een paar keer. En dan het doorscheuren. Dan heb je 2 pakjes papier. En die scheuren we nog een keer door. En nog een keer. Je kan ook proberen die pakjes papier op elkaar te leggen. Maar dan moet je weer heel sterk zijn om het nog te kunnen doorscheuren. Ik neem nog een oude krant. En kijk hier, een groot stuk oud behangpapier. En een oude telefoongids. Eerst even de kaft eraf. Zo, allemaal kleine snippertjes van mij. En nu doe ik een hele berg snippertjes in een schoenendoos. Je kan ook een andere doos nemen als die maar groot genoeg is. Voor al die snippers. Zo, en nu ga ik bij de deur staan. En als Bert dan binnenkomt. Oei! We zijn bijna aan het eind van deze kant van de plaat. Of hebben jullie zo'n cassettebandje? Weet je, dan gaan we zo verder op de andere kant. Goed. En Bert zal zo wel terug zijn, hoor. Want onze winkel is hier vlak om de hoek. Zo, zijn we er weer? Ik wil wel weer verder gaan met deze leuke plaat. Hoeveel snoepjes zitten? Maar Bert is nog niet terug van boodschappen doen. Maar hij zal zo wel komen, hoor. En ik sta dan vlak bij de deur klaar met een grote doos vol met snippers. En als je dan de deur open doet, oei, hoor maar, dan gooi ik die hele doos met snippers over hem heen.
Hallo Annie. Dag Bert. Zeg Annie, ze hadden geen bananen meer in de winkel. Toen heb ik maar appels genoemd. Nee. Wat gebeurt er? Het sneeuwt, Bert. Het sneeuwt helemaal niet, Annie. Het is tamelijk mooi weer voor de tijd van het jaar. Waarom gooi je een hele bak snippers in mijn gezicht? Ik schrik me een hoedje. Een hoedje van papier. Je hebt een hoedje van papieren sneeuw op je hoofd, Bert. Dan moet je nou eens toch zien wat een rommel je hebt gemaakt, Annie. Wat geeft het nou? Hebben we tenminste straks om op te ruimen? Ja, dat vind je zo leuk, hè, Annie? Opruimen. Ja, want dan kunnen we ons groot opruimlied bijzingen. Mm. Het is weer tijd om op te ruimen. Al die rommel die je hebt gemaakt. Die jij hebt gemaakt, zul je bedoelen. Ja. Al die rommel die jij hebt gemaakt. Nee, je moet zingen al die rommel die ik heb gemaakt. Heb jij al die rommel gemaakt, Bert? Jij. Jij hebt die rommel. Ik ruim straks alles op, Bert. Ja. Jullie thuis ook, hoor. Heb je de kinderen thuis ook allemaal met snippers laten gooien? Ja, leuk, hè? Nou ja. Ernie. Ja, Bert. Ik heb daarnet nog even met een duif gepraat. Die zat buiten op de stoep te eten van een maiskolf die uit iemands tas was gevallen. Hebben jullie het over gehad? Nou, ik vroeg aan hem, is het lekker, Clara? Vroeg ik aan haar. En toen zei ze, rokkerokkoko. Dat betekent lekker, leuk, hè? En toen zei ze weer, rokkerokkoko. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dag, Bert. Ik ga er weer eens vandoor, want ik heb nog meer te doen. Doe je de groeten aan Ernie? En toen liep ze weg over het groene gras. Ernie, weet jij dat eigenlijk, waarom gras groen is? Het is ook wel eens geel. Of beige. Ja, maar dan is het geen gras meer. Dan is het geen gras, dan is het uitgedroogd. Dan is het hooi geworden. Hooi is geel. Waarom is hooi eigenlijk geel? Nee, dat vind ik flauw, Ernie. Ik vroeg eerst aan jou waarom gras groen is. Dat weet ik niet. Oh. Als het niet groen was, dan was het wel blauw of rood. Maar ik vind dat groene gras wel leuk staan bij de blauwe lucht. Vooral als er nog een paar van die witte wolkjes in die blauwe lucht ronddreven. Zullen we daar een mooie tekening van maken, Bert? Ja, straks, Ernie. Want de lucht is niet altijd blauw, Ernie. Ook vaak grijs. Dat komt door de wolken. Vol met regen, hagel of sneeuw. Ja, maar de lucht blijft altijd blauw. Alleen, dat kan je niet altijd zien als er grijze of witte wolken voor zijn geschoven. Pas als die weggeblazen zijn door de wind, dan kan je weer naar de blauwe lucht kijken. Ja, mist. Dat vind ik ook zo leuk. Mist. Weet je wat het is, mist? Dat zijn gewoon wolken die op de grond zijn gevallen. Dat is mist. Lijkt eigenlijk meer een soort rook, hè, Bert? Nee. Mist is wolk. Gemaakt van hele kleine waterdruppeltjes. En als die waterdrupjes tegen elkaar aanbotsen, dan plakken ze tegen elkaar. En dan wordt het een grote druppel. En weet je wat het... Allemaal grote druppels. Weet je wat je dan hebt, Ernie? Regen. Hoe gaat het zo? Nee, want de mist die moet eerst als een wolk in de lucht hangen. En dan pas kan het regen worden. Want de regen die moet toch hoog uit de lucht vallen, Ernie? Je begrijpt ook niks, hè? En als het heel koud is, hè, dan wordt het vanzelf sneeuw of hagel. Misschien ga ik later wel bij de wegenwacht werken. De wegenwacht? Ja. Die kapotte auto's helpt. Waar we nog een keer zo mooi van gezongen hebben van... Pende, pende, pende. Pech. Als we niet geholpen worden, komen we hier nooit meer weg. Nee, Ernie, ik bedoel de weersverwachting. Ik vergis me. Ik ken ook een heel mooi lied trouwens over het weer. En het heet Wat een weer. Gaan we weer zingen? Nee, we gaan over het weer zingen. Hoe kan je nou weer zingen? Weer is weer, regen, zonneschijn, mist, wind. Maar weer is ook nog een keer. Ik zei, gaan we weer zingen? Oh, nog een keer. Weer is ook nog een keer. Nog een keer? Ja. Weer is nog ook een keer. Nog een keer. Ja? Ja, als je eerst over het weer zingt en dan nog een keer over het weer, dan zing je weer over het weer. Goed. Ik ga in ieder geval zingen Wat een weer. Wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, meneer, wat een weer, 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 meneer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer. En nog een keer, daar gaat hij weer. Wat een weer, wat een weer, wat een weer, meneer. Ja, en ik zing, ben ik aan het zingen. Wat een weer, wat een weer, meneer, meneer. Wat een weer, 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 wat een weer. Is het uit nu? Nee, nu komt nog een tweede couplet. Moet je opletten. Wat een weer, mevrouw. Wat een weer. Wat een weer, wat een weer. Nou, wat een weer, wat een weer. Nou, wat een weer, wat een weer, wat een weer. Ja, Ernie, vind je het niet mooi? Jawel, Bert, maar ik vind het een beetje eentonig. Oh. Weet je wat? We gaan nu samen een heel nieuw liedje over het weer maken. Ja, maar kunnen we dat wel, Ernie? Nou goed, begin jij dan maar. Let op. 1, 2, 3.
ik hou niet zo van regenweer. Dan valt er overal water neer. Maar water doet toch niet zeer. Geef mij maar lekker zonneschijn, want dan wil iedereen buiten zijn. Maar de zon die doet soms pijn. Is het koud of warm weer? Altijd is het wel weer weer. Hagel, sneeuw of zonneschijn. Oh, wat zal het morgen zijn? Nou, kijk maar naar het weerbericht. Helder of maar weinig zicht. Wolken, wind of donderbui. Overhemd of wintertrui. Wat is het spannend in de mist, als je je in de weg vergist. En je valt over een kist. En als de storm aan het gieren slaat, dan durf ik bijna niet op straat. Nee. Omdat je ondersteboven gaat. Oei! Is het koud of warm weer, altijd is het wel weer weer. Hagel, sneeuw of zonneschijn, oh wat zal het morgen zijn. Kijk maar naar het weerbericht, helder of maar weinig zicht. Wolken, wind of donderbui, overhemd of wintertrui. Wauw! En hagelstenen op je kop, daar schiet je ook al niks mee op. Van de regen in de drop. Maar sneeuw is leuk de hele dag, als je lekker sleeën mag. En een sneeuwpop dat ik zag. Is het koud of warm weer? Altijd is het wel weer weer. Hagel, sneeuw of zonneschijn. Oeh, wat zal het morgen zijn? Kijk maar naar het weerbericht. Helder of maar weinig zicht. Wolken, wind of donderbui. Overhemd of wintertrui. Ja? Regenwolken, donderwolken, schapenwolken, geitenwolken, witte wolken, gifwolken, blauwe lucht, zonneschijn, wilde bries. Ik weet nog wat, Bert, ja, ik ook. Mot, regen, harde regen, droge sneeuw, natte sneeuw, harde sneeuw, fietsen sneeuw, storm, harde storm, orkaan, wind, oost, zachte wind, regen, hagel, sneeuw. Harde sneeuw, natte sneeuw, droge sneeuw, en een regenboog, je weet niet wat je ziet. Ja. Hé, Ernie, dat was een leuk liedje, hè? Dat we het zomaar even gemaakt hebben. Ja. Maar ik heb een goed idee. We gaan dit lied zingen op onze volgende grammofoonplaat, Ernie. Nee, Bert. Waarom niet? Ik weet wel dat we nog wat moeten oefenen. Vooral jij en nog wat veranderen, zodat het nog wat echter klinkt allemaal. Nee, Bert, dit lied komt niet op onze volgende grammofoonplaat. Maar waarom niet? En moet jij dat alleen uitmaken, nee, Ernie? Dit lied dat we net gezongen hebben, ja? Staat al op deze grammofoonplaat. Oei! Echt waar? Ja. Maar dit kan toch... Kan net allemaal zomaar een lied bedenken en meteen zingen? Ik... Ernie, ik was helemaal vergeten dat we met de grammofoonplaat bezig waren. Oh, oei. Hallo kinderen. Vonden jullie het wel leuk? Oh, Ernie, ik moet je dat ook nog vertellen. Toen ik net boodschappen deed, toen heb ik niet alleen met Clara gepraat. Clara de Duif. Ja, Clara de Duif. Zo heet ze toevallig. Maar stil nou even, stil nou even. Stil nou even, Ernie. Want daarna is er is nog iets ergs gebeurd. Ik ben gevallen. Ik ben gevallen daarna, ja. Heb je pijn? Nee, dat valt wel mee. Maar ik gleed uit over een bananenschil. Die had iemand op straat neergelegd. Wat gemeen om dat te doen. Zeggen ze je aankomen lopen en hebben ze toch gewoon een bananenschil op straat gelegd. Wat gemeen. Nee, die bananenschil die lag er al. Hoe weet je dat? Nou, dat doet toch niemand? Gewoon een bananenschil op straat leggen als hij iemand aanziet komen. Wie doet dat nou? Nou, dat leek me wel iets voor Pino. Misschien heeft Pino dat wel gedaan. Niet het pijn. Dat heb je al gevraagd, Ernie. Dat... Maar dat... Ja, maar ik ben vergeten wat je toen zei. Eerst deed het pijn, maar later niet meer. En het bloedde ook niet. Oh, dan is het vast niet erg als het niet bloedt. Jawel, want er kan iets ook breken van binnen in je. Maar ik had alleen maar pijn en ik deed net of ik het niet voelde. En die banaan? Welke banaan? Waar die schil eerst omheen zat, lag die ook niet ergens? Wat stom van je bed dat je zo kon oprapen. Ja, oh, dat is vies, Ernie. Bananen van straat eten, dat mag je nooit doen. Of wil je soms ziek worden? Liever niet. Nou dan. En toen je op de grond lag... Stond je toen meteen weer op? Nee, ik bleef lekker liggen, want ik was moe van het boodschappen doen. Bleef je midden op de weg liggen, Bert? Ja. Wat gevaarlijk. Nou, nee. Ik stond toch wel meteen weer op. Ja, want als je valt, dan moet je zo gauw mogelijk weer opstaan, hè? Vallen en opstaan en huilen en verder gaan en lachen en hollen en zingen en rollen en vallen en opstaan, dat heb ik altijd gedaan. Vallen en opstaan heb ik altijd gedaan. Leuk hè, Ernie? Ik vind het helemaal niet leuk om te vallen.
Ik heb een keer een bloedende knie gehad en toen kon ik benen niet meer opstaan. En toen dacht ik... Vallen en blijven liggen, huilen en grienen, janken, krijzen, zeuren en niet verder gaan. Vallen en niet opstaan, heb ik wel eens gedaan. Had je zeker wel heel erge pijn. Ja, nou. En de dokter kwam ook nog. En toen deed het eerst nog pijner. Maar toen ging het over. Ja, je moet altijd de zonzij blijven zien. Wat is dat, de zonzee, Bert? Nou, dat... Maar de zon schijnt zeker? Ja, dat zegt oom Rudolf altijd. Ik heb eens een keer van iemand een hele harde klap gekregen. En toen viel ik tegen zo'n rek aan. En toen vielen alle blikjes en pakken en chocoladerepen, die vielen over de grond. Was het in de winkel? Ja, want die juffrouw die dacht dat ik een rol drop wou stelen. Maar dat was niet waar, want ik hou helemaal niet van drop. Ik wil. Heb je niet vergeten om daarnet bij het boodschappen doen nog een rol drop voor mij te kopen? Oh ja, helemaal vergeten. Ja. Geeft niks hoor, Bert. Volgende keer beter. Altijd als je pech hebt, Ernie, gaat het daarna weer beter. Nee, want achter de wolken, daar schijnt altijd de zon. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, Ernie. Nee. Want 's avonds is de zon toch ook weg? Oh ja, maar waar is die dan naartoe, Bert? Dat is veel te moeilijk om aan jou uit te leggen, Ernie, omdat ik het zelf ook niet zo goed snap. Maar oom Rudolf, die heeft mij dat een keer uitgelegd. Die heeft op zijn bureau een soort bal staan en die zit vast in een soort haak. Niet helemaal vast, want je kan nog draaien aan die bal. En op die bal, Ernie, daar zijn alle landen van de hele wereld op getekend. Ook de Noordpool, waar Zipje en Sopje naartoe gingen? Ook, ja. Helemaal schuin bovenaan. Maar waarom zijn al die landen op een bal getekend, Bert? Waarom niet op een mooi groot stuk papier? Een mooi groot oud stuk bankpapier of zo? Nou, omdat de hele wereld eigenlijk ook een bal is. Een hele grote. Alleen noemen ze hem geen bal, maar ze noemen hem bol. De wereldbol. Wat is het dan, Bert, de hele wereld? Alles. Nee, niet alles, maar wel veel. Alle landen en zo en de zee. Ja, en alle mensen van de hele wereld wonen op de hele wereldbol. Maar mensen die onderaan wonen, vallen die dan niet af? Nee. Of nee, ik had eens een keer een bol en die was in een mierennest gerold. En toen zat ineens die hele bol vol met mieren. Ook onderaan en ze vielen die niet af. Nee, maar de wereldbol, die zweeft los rond in het heelal. Wat is dat nou weer, het heelal? Het is helemaal alles. Helemaal als je omhoog in de lucht kijkt en dan altijd helemaal maar door en door en door tot en door. Tot aan de zon en de maan en de sterren. Nog verder. En de hele wereld, die draait om de zon heen. Zeg Ernie, zullen we maar niet over iets anders praten, want ik word er nou een beetje duizelig van. Hè? Ik snap het al. Ja, ik niet. Dus s'avonds als het donker is, dan zit de zon achter de wereldbal. Kijk, als ik nou mijn voetbal... Ja? Wacht. Als ik die nou voor de lamp houd, doe het lampje even aan, Bert. Waarom? Het is toch licht? Nou, doe dan even de gordijnen dicht. Doe nou even. Zo? Ja, zie je wel? Kijk, nou hou ik mijn bol ervoor, voor het lampje. Ja. En nou is het aan die kant donker. Ja, maar aan de andere kant is het licht. Oei. Doe het lampje eens uit, Bert. Zo, wat nu? Ja, nou is het overal donker. Ja. Waarom kan je eigenlijk niks zien in het donker, Ernie? Ik kan nog van alles zien, Bert. Oh ja. Ja, omdat het niet echt donker is, want er komt nog licht door de kieren van het gordijn. Ik doe de gordijnen maar weer open, Ernie. Wat is licht eigenlijk precies, Ernie? Weet jij dat, wat dat is? Dat komt uit de lamp. Of uit de zon. Net zoals water uit de kraan. Ik weet een leuk spelletje. Hé, kinderen, schijnt bij jullie ook de zon in de kamer? Waar is mijn spiegeltje? Oh ja, daar. Kijk eens. Nu houd ik mijn spiegeltje in de zon. En kijk nou eens naar het plafond. Een wit plekje? En als je het spiegeltje beweegt, dan vliegt het de hele kamer rond dat plekje. Ook mee bibberen. Wat leuk. Ik kan er ook mee bibberen. Ja, wat doe je nu, Ernie? Niet in mijn gezicht schijnen. Daar zie ik niks meer. Hou op. Houd ermee op. Leuk, hè? Hebben jullie het thuis ook al geprobeerd? Of schijnt nu bij jullie de zon niet? 'S avonds, als het donker is, gaat het ook. Maar een klein beetje dan maar, hoor. Maar dan moet je de lamp op je spiegeltje laten schijnen. Weet je wat trouwens ook leuk is, Ernie? Met je zaklantaarn in de mist schijnen. Dan zie je zo'n hele streep. Fantastisch is dat. Wat ruik ik nou ineens, Bert? Heb je soms een windje gelaten weer? Oh, nee, vlug. Dat zijn onze boterhammen in de broodrooster. Oh. Ach, gelukkig, ze zijn nog goed. Want als ze zwart zijn, dan kan je ze niet meer opeten. Ik doe er mijn jam op. Ik ben de kaas. Waarom worden boterhammen eigenlijk bruin als je ze in de broodrooster stopt, Bert? Au! Hé, waarom doet het pijn als je hete dingen aanraakt, Ernie? Oom Rudolf heeft een broodrooster en daar vliegen de boterhammetjes vanzelf uit als ze goed zijn.
Ach, nou laat ik hem nog vallen ook. Waarom valt een geroosterd boterhammetje eigenlijk altijd naar beneden op de grond, Bert, en niet omhoog tegen het plafond? Weet je wat? Ik neem geen pindakaas, ik neem suiker. Waarom is suiker zoet, Bert? Ja, wou jij soms liever dat suiker zout smaakte, Ernie? Nee, maar zout smaakt zout. Ja, daar is toch ook zout voor? En waarom smaakt suiker dan niet gewoon suiker? Ja, waarom? Waarom zijn de bananen krom? Waarom kunnen duiven niet gewoon praten, Bert? En waarom kan je sneeuw niet binnen bewaren? En waarom is sneeuw wit? En waarom zijn er muggen? Waarom kunnen planten niet lopen? Ja, waarom? Waarom valt er sneeuw in de winter? Waarom schijnt zomers de zon? Waarom is er onweer en klinkt er na de bliksem altijd rommel de bom? Waarom zijn er bloemen en bomen en dieren en mensen? Waarom? Hoe zou dat nou allemaal komen? En waarom? Ja, waarom? Oh, waarom? Waarom komt er rook uit die schoorsteen? Waarom komt er melk uit een koe? Waarom komt de koningin nooit eens hierheen? En waarom zegt een uil oehoe oehoe? Hou nou eens op met dat gegiegel. Oeh. Want waarom komt er water uit de kraan? Waarom zie je jezelf in de spiegel? En waar komen de kindertjes vandaan? Waarom valt er sneeuw in de winter? Waarom schijnt zomers de zon? Waarom is er onweer en klinkt er na de bliksem altijd rommel de bom? Waarom zijn er bloemen en bomen en dieren en mensen? Waarom? Hoe zou dat nou allemaal komen? En waarom? Ja, waarom? Oeh, waarom? Waarom ben ik bang in het donker? Waarom komt er poep uit je bil? Waarom is er sterren geflonker? Waarom draagt mijn oma een bril? Waarom hou ik niet van spinazie? Waarom word je van slapen niet moe? Wat is eigenlijk precies een operatie? En waarom is er vandaag geen pudding toe? Waarom kunnen vogels eigenlijk vliegen, Bert? Weet jij dat? Nou, omdat ze vleugels hebben, Ernie. Want daar kun je mee vliegen, zoals duiven en zo. En weet jij waarom 2 en 2, waarom dat 4 is en geen 5? 2 en 2 is 4 en geen 5, omdat 2 en 3, dat is al 5. En weet jij waarom bananen krom zijn? Nou, ik denk omdat het wel leuk staat. Wat zijn er toch veel dingen, hè, Ernie? Ja. Dat je denkt waarom? Ja, waarom? Ja, waarom? Waarom? Oh, waarom? Waarom zijn aardbeien lekker? Waarom moet ik lachen om een grap? Waarom moet ik schrikken van de wekker? Waarom zijn alle koekjes nu al op? Waarom mag ik geen sigaren roken? Waarom zijn er golven op zee? Waarom moeten aardappels koken? En waarom zing jij niet met ons mee? Ik zing wel waarom mee, Ernie. Waarom valt er sneeuw in mee. De winter? Nou. Waarom schijnt zomers de zon? Waarom is er onweer en klinkt er
na de bliksem. Altijd rommel de bom. Waarom zijn er bloemen en bomen? En dieren en mensen, waarom? Hoe zou dat nou allemaal komen? En waarom? Ja, waarom? O, waarom? Waarom? Ja, waarom? O, waarom? Prachtig was dat, Ernie. Jij? Wat een prachtig, mooi, schitterend lied hebben we zomaar gezongen, hè? En aan het einde met al die kinderen die thuis meezingen. En dan jij, Ernie, met die tweede stem er doorheen. Wat kan je dat toch goed, Ernie? Die tweede stem er zomaar doorheen. Ach jee. Ik heb het er helemaal warm van gekregen. Waarom heb jij binnen je jas aan? Waarom doe je die nou niet uit? Nee, Ernie, nu is het lied klaar. Nee, we blijven niet doorzingen, Ernie. Oh, wat heb ik warm. Wat heb ik plofhaast. Waarom heb jij binnen je jas dan niet uitgedaan? Waarom? Ernie, waarom, hou nou op. Waarom? Ja, nu weten we wel dat je mooi kan zingen, Ernie. We weten het nu wel. Hoor je dan niet wat ik zing, Bert? Wat heb ik het warm. Hé, hey, moet je kijken, Ernie. Wat is er, Bert? Ik heb mijn jas nog aan. Ja, daarom heb ik het natuurlijk zo warm gekregen. Ja, maar waarom heb je dat nou niet even gezegd, Ernie? Dat heb ik toch gezongen? Dat kan jij veel beter zien dan ik zelf. Ja. Zo, hè? Bert, je hebt je schoenen ook nog aan. Ja, jij toch ook? Oh nee, jij hebt je schoenen uitgedaan. Ja. Waarom heb jij schoenen aan, Bert? Nou even ophouden, Ernie, met al dat maar waarom. Maar waarom heb je dan eigenlijk schoenen aan, Bert? Nou, om voor dat als ik op straat loop, dat ik dan niet in glasscherven trap of in de poep. Ja, maar hier binnen liggen toch geen glasscherven en ik zie hier ook nergens poep. Nee, maar Ernie, waarom doen honden het eigenlijk op straat, Ernie? Waarom gaan ze niet ook gewoon, net als wij, naar de wc? Ernie, doe jij ook je schoenen maar weer aan. Want straks glij je nog uit op je kousen. En over al die snippers hier. Nee, en als het heel koud is, hè, Ernie, weet je, dan doe ik ook schoenen aan mijn handen. Schoenen aan je handen? Ja, handschoenen. Ja, en ik doe wel eens een schoen op mijn hoofd. Op je hoofd? Ja, mijn hoofdschoen. Wat is dat dan? Gewoon mijn petje. Ja, maar dan kan ik mijn trui net zo goed mijn buikschoen noemen, omdat die om mijn buik zit. Ja, en dan noem ik mijn broek billenschoen. Omdat die aan je billen zit. Ja. Oei. Bert. Ja, wat is er? Zitten jullie wel fijn samen gezellig te praten? Ja, leuk hè, fijn dat we vrienden zijn. Maar ik had de kinderen thuis nog beloofd te vertellen over Oscar Mopperkont. Ja, die noemen ze zo omdat hij altijd zo moppert, hè. Ja, en dan gauw weer wegloopt. Ik hoop dat we er nog tijd voor hebben. Nou, begin maar gauw, Ernie, begin maar gauw. Ja, Bert. Ja. Dit is het verhaal van Oscar Mopperkont. Het is een hele aardige jongen, maar dat weet hij zelf niet. Eerst wisten wij het ook niet, maar dat komt omdat hij zich altijd verschuilt. Ja, hij kruipt altijd weg. En weet je waar hij het liefste zit? In een vuilnisbak. Ja, je hoort het goed. Een vuilnisbak. Nu zal je wel zeggen, wie gaat er nou in een vuilnisbak zitten? Nou, dat is Oscar. Oscar Mopperkont. En daar gaat het lied over. Luister maar. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, heus je hebt niet altijd pech. Oscar, hé Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hé Oscar, jij hoort er ook bij. Oscar is een vreemde jongen en hij praat ook een beetje raar. Hij draagt ook gekke kleren en moet je kijken naar zijn haar. Oh, wat hebben wij gelachen de eerste dag dat hij hier kwam. Hij schrok meteen toen hij dat zag en hij wou niet eens mijn boterham. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, heus je hebt niet altijd pech. Oscar, hé Oscar, al ben je anders dan wij.
Oscar, hey Oscar, jij hoort er ook bij. We zien hem wel eens ergens lopen, maar dan gaat hij altijd weg. Ik wou een ijsje voor hem kopen, maar hij kroop achter de heg. We willen best een vriendje worden, waarom gaat hij er steeds vandoor? Hij vindt het erg dat hij niet goed kan lezen, nou dan lees ik hem toch voor. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, dus je hebt niet altijd pech. Oscar, hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hey Oscar, je hoort er ook bij. Hé, moet je kijken, daar is Oscar. Weg! Oh ja, doe het raam open, doe het raam open en roep hem. Oscar, Oscar. Oscar, hij komt. Ik doe gauw de deur open, Annie. En dan maak ik een boterham met pindakaas voor hem. Ja, en dan moet je tegen hem zeggen dat het is spijt dat we hem uitgelachen hebben. Kimmer, ik moest alleen maar lachen omdat hij zo gek deed en dat vond ik juist leuk. Vond dat misschien niet daar leuk. Daar komt hij. Ja. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, heus je hebt niet altijd pech. Oscar, hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hey Oscar, jij hoort er ook bij. Hey, hallo, dag Bert en Ernie. Heb je Grover ook gezien? Want we zouden samen spelen met zijn nieuwe vliegmachine. We zijn pas vriendjes, moet je weten. Oh, waar kan hij nou zijn? Mag ik hier op hem wachten? Ik kruip wel achter dat gordijn. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, heus je hebt niet altijd pech. Oscar, hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hey Oscar, je hoort er ook bij. Kijk, daar is Grover, Grover. Hey, hallo, dag Bert en Ernie. Heb je Oscar ook gezien? Ik ben pas vriendje met hem geworden. Of vind jij dat gek misschien? Het is een hele leuke jongen, als je hem wat beter kent. Oh, ik zie hem al, kom maar tevoorschijn. Wat ben je toch een malle vent. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, dus je hebt niet altijd pech. Oscar, hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hey Oscar, jij hoort er ook bij. Oscar, hey Oscar, jij hoort er ook bij. Zullen we weggaan? Oscar, laten we nu bij. Ja, prachtig zijn. Jij hebt een speciaal voor jou gezongen, Oscar. Leuk, hè? Ja, laten we gaan spelen. Ja. Maar wij moeten weer door, Oscar, met onze plek. Leuke jongen, laten we dan snel gaan spelen, hè? Ja, daar. Dag, Oscar. Dag, Grover. Nou, zeg, misschien komt dan alles toch nog goed met Oscar. En kinderen thuis, misschien kennen jullie ook wel een jongen die altijd wegkreupt of een meisje dat nooit mee wil doen. En dan moet je toch maar zijn spelletje mee gaan doen. Ja, of lees voor uit je lievelingsboek. Dat kan ook. Ja, dat klopt. Zipje en Sopje zeker. Nou, Oei. We hebben vast geen tijd meer voor ons grote opruimlied dat we nog zo zingen. Nou, dan moeten jullie thuis maar opruimen. Denk erom opruimen, hoor. Al die snippers en zo. En dan kunnen we er niet meer bij zingen. Nee. Maar dat gaat zo ook wel, hè? Niks aan te doen, want dat doen we de volgende keer dan wel, hè? En opschieten. Tot de volgende plaat dan maar weer, hè? Dag. Dag. Tot ziens.